Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben wij een interessante vraag zoals je aan de titel van de video ziet. En de vraag, om hem exact uit te leggen, luidt als volgt. Hoi Raymond, altijd als ik overhead presses doe, dan krijg ik last van mijn rug. Wie niet? Ik heb al tientallen video's bekeken en mijn techniek is goed. Heb jij een oplossing? Groet, Pero, Does, Pero, Duis, weet ik. Ik zal je Pero, Does noemen vanaf nu. Pero, Does, uiteraard heb ik voor jou een ideetje, een oplossing. Natuurlijk wel. Nou, de intro. Perdoes, jij zegt tegen mij dat je techniek goed is. Laat ik daar dan gewoon van uitgaan. Want er zijn meerdere mensen die deze video aan het kijken zijn. En ik denk dat veel mensen hetzelfde probleem hebben. Het probleem is heel vaak dat wanneer wij een overhead press doen, zeker bij mannen, bovenlichaam is gewoon dominant. Dus je kent ze, de typische sportschoolgasten. Ik zeg niet dat jij er een bent die alleen maar de armen trainen, bicep, tricep, elke dag, iedere dag. Zie je bij veel mannen dat het bovenlichaam dus sterk genoeg is. En dat als ze, wanneer ze die overhead press gaan doen, is het in deze regio, vanaf de borstregio, is het geen enkel probleem. En ben je sterk genoeg en druk je hem zo boven je hoofd uit. En komt veel kracht dus uit de armen. Het is niet erg als je core daarbij maar sterk genoeg is. Dus je buikspieren, je obliques aan de zijkant, je rugspieren, alles. En dat is natuurlijk heel simpel op te lossen door gewoon een powerliftriem om te doen. Zo'n ding. Maar als een powerliftriem omdoen, het is een fantastisch hulpmiddel, maar het is om het probleem heen werken in plaats van aan het probleem te werken. En zoals je weet, doen we aan dit kanaal niet aan onzin en willen we gewoon zorgen dat jij een fatsoenlijke overhead press kan doen en dat je daar progressie mee kan maken. Als je hem nog niet kent, wil ik jou voorstellen aan The Big Z. If anybody can do this, he's been there before. What? Oh my! Dat is dus Zydrunas Savickas. Zydrunas Savickas. Savaskas. Saviskus. Dat is dus de Big Z. Dat is hem. Dat is de man. Want deze man drukt, pin me er niet precies op vast, geloof 228 kilo dat ik de laatste keer heb gezien. Maakt niet uit, 200 plus kilo. Hij was ook een van de eerste die 200 plus kilo deed. In ieder geval, rond de 220, 230 kilo drukt deze man met een boomstam boven zijn hoofd. Luister, je hoeft mij niet te geloven, maar als iemand verstand heeft van deze oefening, dan is het de Big Z dus wel. En deze beste man heeft heel toevallig een oefening bekendgemaakt. Sommigen zeggen verzonnen, maar hij heeft de oefening bekendgemaakt. En dat is, hoe kan het ook anders, de Z-press. En dat is deze oefening. En dan hoor ik je vast te denken, Raymond, je kan toch ook gewoon een zittende overhead press doen tegen een bankje met een rugleuning aan. Waarom moet je per se op de grond gaan zitten? Nee, dat kan niet. Ik ga ervan uit dat jij beter wilt worden in de overhead press. Dus we gaan oefeningen doen die lijken op de overhead press. En natuurlijk kan het ook op een bankje. Maar als je met je rug ergens tegenaan zit, kan je alsnog verschrikkelijk bovenlichaam dominant zijn. Bij deze oefening kun je simpelweg je buikspieren, je koorspieren vele malen beter aanspreken. En die stabiliseren vele en vele malen meer als je deze oefening vergelijkt met de normale zittende overhead press. Het fijne dus aan deze Z-press is dat je eigenlijk het gevaarlijke deel van de overhead press eruit haalt. Dus het buigen in de rug, wat eigenlijk officieel buigen in de heup hoort te zijn, maar dat is even iets voor een volgende video. Het buigen in de rug effect haal je eruit en je kan dus eigenlijk alleen maar focussen op heel dit gedeelte. Dus eigenlijk alleen maar je torso van je navel tot aan je schouders toe. Uiteraard moet je die oefening dan wel een beetje fatsoenlijk uit kunnen voeren. Je kan hem natuurlijk alsnog verzieken door simpelweg zo te gaan zitten en huppakee, te gaan knallen zonder ook maar ergens over na te denken. Of we kunnen ervoor zorgen dat we onze benen een beetje uit elkaar doen. Zorgen dat ons bovenlichaam lekker recht is. Goed aangespannen buik, ellebogen in de juiste positie. En dan boven het hoofd uitdrukken. Als je de Z-press nou uit gaat proberen, zorg dan dat je net zoals mij in een half rek zit of in een volledig squat rek. Ik ga bewust niet die kant op zitten. Als ik die barbel boven mijn hoofd heb en ik verlies mijn balans en ik val naar achter, dan kom ik in ieder geval fatsoenlijk tegen het rek aan, ben ik niemand tot overlast en gebeurt alles gewoon netjes en veilig. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je natuurlijk ook abonneren. Dit was Raymond Schultz, stoot de streng.nl, ignite your fire and grow stronger.